Deze dag is gewoon het mooiste moment van mijn carrière tot nu toe. Ik ben begonnen in TVC in Breda, de amateurclub. En toen ik 6 jaar oud was, was ik al gescout op PSV. In het begin was wel moeilijk. Vroeg opstaan met de trein, toen met de bus nog naar school, dan nog trainen, laat thuiskomen. Ja, het begin was vermoeiend, maar je doet het voor dit. Voor contract tekenen of een mooie carrière. Ik ben een verdedigende middenvelder of rechtsback. Ik kan ook wel centraal spelen. Ik ben gewoon een type speler die meerdere posities kan spelen. Ik doe gewoon alles aan om mezelf beter te maken en team beter te maken. Ja, als ik jou nou op de man afvraag, wat is je beste positie? Wat is dan je antwoord? Middenveld, toch wel. Wijnaldum, ja, gewoon zijn inzet en wat hij doet op het veld. Van tevoren kijken, open draaien en gaten inspelen. Zo snel, ja. Mijn ouders vooral. Vroeger in de F'jes, E'tjes, en hebben me geholpen met alles. We hadden vroeger ook geen auto. Mijn vader moest me met de trein brengen. Sinds we moesten vroeg opstaan, vroeger dan al die andere kinderen. Soms reden de treinen ook niet, moesten we hele omweg verzinnen of zo. Ja, mijn vader en mijn moeder hebben me echt veel geholpen. Sowieso eerst met PSV. Bekers pakken. Gewoon dat ze weten wie ik ben. Ook buiten het veld. Een lieve jongen die. Ja, een lieve jongen die goed voor mensen is. En binnen het veld gewoon een soort van een monster.